Het maken van een WordPress-website is gratis. Althans, als je gebruik maakt van WordPress.org. Wat de verschillen zijn tussen WordPress.org en .com, daar heb ik eerder al een video over gemaakt. Dus ik raad je aan om die even te bekijken als je dat wil weten. Maar in deze video gaan we het dus hebben over het maken van een gratis website. En welke stappen je moet volgen voordat je überhaupt kan beginnen met het maken van die gratis website. En wat bij die stappen de kosten zijn. Hoi, mijn naam is Roger. Welkom in de WordPress Lounge. Vandaag ga ik je twee stappen laten zien die je moet volgen voordat je een WordPress website kunt gaan beginnen. Laten we beginnen. Het eerste wat je nodig hebt voordat je een WordPress website kan starten is een eigen internetadres, oftewel een domeinnaam. Net als dat je een eigen woonadres nodig hebt, een uniek woonadres, heb je ook een eigen internetadres nodig. En dus heb je een domeinnaam nodig. In de meeste gevallen gaan mensen kiezen voor een hoofddomein, namelijk dat je dus je eigen internetadres hebt. Je kan soms ook gebruik maken van subdomeinen van andere hoofddomeinen. Bijvoorbeeld WordPress.com biedt ook subdomeinen aan. Zo zouden wij bijvoorbeeld wplaunch.wordpress.com kunnen registreren en gebruiken. Maar de meeste mensen die willen voor een eigen website dus een eigen hoofddomein, een eigen internetadres. En die moet je dus eerst registreren. Vaak hebben hostingpartijen een tool waarmee je kan checken of je domeinnaam nog beschikbaar is. Ik ga naar cloud86.nl/domeinnaam. Via deze tool van hostingpartij Cloud86 kun je je gekozen domeinnaam controleren. Dan kan ik hier een domeinnaam controleren. Ik vul bijvoorbeeld WP website maken online in. En dan zie je dat deze nog beschikbaar is. Deze kan ik dan kopen voor €9,95 per jaar. Ook kun je deze domeinnaam met meerdere extensies aanschaffen, zoals .nl natuurlijk, maar ook .com of .be bijvoorbeeld. Niet elke domein is trouwens €10 per jaar. Er zijn heel veel domeinnamen die al geregistreerd zijn door andere partijen en waarbij de prijs wordt bepaald door de vraag die er naar is. Zo is bijvoorbeeld de domeinnaam seks.nl een paar jaar geleden verkocht voor €200.000. Stap 2 is het regelen van de hosting voor je WordPress website. Hosten is eigenlijk het huren van een stukje serverruimte bij een partij, waarbij je dus je bestanden van je website en ook zeg maar, de inhoud van je website kunt plaatsen op die servers. Hosting komt vaak in veel verschillende pakketvormen voor, omdat ook niet elke site hetzelfde is. Cloud86 biedt verschillende pakketten aan. Ze bieden ook zelf speciale managed WordPress hosting aan, waarbij je snel contact op kan nemen met hun WordPress experts wanneer je tegen problemen aanloopt met je website. Het aantal bezoekers op je website bepaalt in een belangrijke mate welk pakket geschikt voor je is. Cloud86 geeft een ruwe schatting van hoeveel bezoekers je website ongeveer aan kan, zonder dat het er trager van wordt. Je hoeft uiteraard niet voor een WordPress pakket te kiezen om WordPress te kunnen gebruiken. Je kan ook kiezen uit de normale hostingpakketten voor een WordPress website. Vaak krijg je bij het afnemen van zo'n hostingpakket ook een e-mailaccount erbij waarmee je één of meerdere e-mailadressen kunt aanmaken. Ik raad je aan dat wanneer je voor het eerst met een WordPress website begint, om niet meteen een duur hostingpakket te kiezen, maar gewoon te beginnen voor een basispakket. Want je kan een basispakket altijd wanneer je wilt op elk moment uitbreiden naar een duurder pakket met meer capaciteit en dat je ook meer bezoekers aan kan op je website. Ik heb trouwens een linkje naar die Cloud86 geplaatst in de beschrijving van deze video. Stap 3 zou natuurlijk zijn het installeren van WordPress. En daar heb ik al een video over gemaakt. Dus ik raad je aan om die video te bekijken. En de linkjes vind je weer op de bekende plekken zoals rechtsboven in de hoek en in de beschrijving van de video. En na het installeren van je WordPress website ga je natuurlijk aan de slag met je website. En heb je misschien nog meer kennis nodig over WordPress. Daarvoor raad ik je aan om vooral op dit kanaal te blijven en regelmatig te checken naar onze laatste en nieuwste video's. Oké, dat was hem alweer. Ik hoop dat je iets hebt geleerd van deze video en dat je nu precies weet welke stap je moet volgen voordat je een WordPress website kan beginnen. Zo ja, hit that like button en heb je nog vragen, laat dan een reactie achter. Wil je nu meer leren over hoe jij je eigen website kan maken met WordPress? Op de website wplaunch.nl vind je een gratis handleiding die je kan downloaden. Wil je nou meer van de video? Vergeet dan niet te abonneren en ik zie je graag terug in de volgende tutorial.